Nou, wat is nu de beste krank? Ik ga ze testen. Ik ga ze gewoon vergelijken met elkaar. Ik heb er nu uh, drie uh, bij elkaar veel gekozen: een Shimano-krankcel, een Bontrager-krankcel. Zie je hier veel op trekfietsen en een Rotor. Zie je op Cervelo. En het is een beetje een soort upgrade. Dus als je zeg maar standaard bijvoorbeeld een Shimano hebt, een 105 of een 0 uh, dan kun je overstappen op een redelijk chic, duurder krankcel. Of je wil bijvoorbeeld naar het compact als je de bergen gaat met een. 34 uh, tandwiel. Uh, want deze 39 is voor de bergen eigenlijk een beetje te groot. Uh, maar goed, als je duur hebt en dan overstap, is het natuurlijk redelijk kostbaar. Want dan heb je al een redelijk kostbaar uh, krankstel. Ik ga ze een vergelijken met elkaar Laten zien waar je op uh, kunt letten. Er zijn eigenlijk drie dingen bij een krankstel. En die zal ik in het bericht ook even uh, bijzetten.